Deel. Zou ik van jou chocolademelk mogen? Alsjeblieft. Dankjewel. Dan kan ik maar even zitten. Oei, om twee uur komt Lady Galore. Wat? Oh. Om twee uur beginnen we de transformatie. Hoe heet ze ook weer? Lady Galore. Ik ben benieuwd hoe die binnenkomt. Ik denk echt niet wel, in drag. Denk ook niet. Denk je niet? Nee. Waarom niet? Ik hoop het wel hoor, maar... moet hem ook opmaken, dat betekent, hè? Dat betekent dat ze, ja, dat ze zichzelf al iets van 2,5 uur heeft moeten opmaken. Een hele outfit, alles erop en eraan. Hier naartoe. In drag. Outfit. Mij opmaken. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet. Maar ze gaat wel naar een televisieprogramma. Ja, waar ja, ze, ja, denk ik ook wel. Ja, maar daarom. Dus ik ben een beetje twijfel. Maar haal je bandje nog eraf, toch? Ja, ik moet dit zo meteen even allemaal eraf halen. Is iemand meenemen? Echt? Misschien. Hoi, Jessie. Is iemand meenemen die voor je doet? Oh, ik ben blij. Geen idee. Ik denk, ze doet haar eigen make-up. Dankjewel. Ja, ze komt wel in een televisieprogramma en dat is wel anders dan gewoon echt goed voor Katie. Hey, Jiske. Kom met Katie aan. Slaap jij met Katie tegenwoordig? Oh. Katie heeft laatst toch bij Katie geslapen? Ja. En die heeft daar haar gisteren weggehaald. Oh, die heeft daar heel lang geslapen dan. Oh, Jiske. Kijk! Dat is arbeid voor de groep. Nee. Dat die 2 maanden geleden al geverfd zou worden. Zag je dit dan maar niet? Het is 28. Echt? Ja. En wie zou die tafel eigenlijk geven? Ik dacht 29. Nee, ik was maandag jarig. Oh ja. We kunnen een epoxy overheen smeren. Ja. 2, 4, 6, 8, 10. Epoxy wel. Dan is het maar gewoon maar een man aan. Wil je toch? Anders zou ik hem verven. Ah, shit. Kan ik nog verder? Waaak. Hartje, ga je hem afmaken vandaag? De vergadering. Ik heb nog een klein kwartiertje. We gaan hem niet afmaken. Heb je er nou nog één? Ik heb er 2, ja. Maar deze had ik al heel lang. Dat heb ik ooit een keer in het ver verleden. Deze heb ik voor jou en deze heb ik al heel lang. Die heb ik ooit nog. Oh. Nee, niet afkijken. Ja. Je hebt een potje van gemaakt vandaag. Eigenlijk. Maar dat wist ik niet dat ik deze had, want die vond ik laatst. Oh, dat is lekker, hè? Dat is een van die dingen die je vindt. Ja, die is van Jens. Oh. Jens Plants. Hoe is u dan? Jans. En? Oh, Katie, wat leuk. Maar die bleef in haar bed liggen. Die komt volgende week weer. Ja? Zendertje. Oepsie. Leeg. Oepsie. Zo. Nee. Oh, te laag. Test 1, 2, 3, 5, 7, 9. 19. 11. 21. Iedereen zijn rambril op slaat zetten. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ja, we kunnen hem aan het einde verkopen. Ja. Misschien eens even een kunnen we hem ergens in gieten. Ik heb net wel gezien. Dit is verband. Oh, jammer. Gieten deze moet weer snel betalen. Ja, dat is weer op één pagina. Drink smakelijk. Nee, zo, die 1,56. Maar ik ga sowieso ga ik straks betalen. Ik denk dat hier ongeveer. Dat eigenlijk gisteren elke dag. Ja. Ik had natuurlijk beloofd om 2 keer in de week vanaf nu de financiën bij te werken. Dus dat heb ik zojuist gedaan. Even kijken, ik heb de belastingdienst heb ik aangepast naar 6.000. Zoals afgesproken in de vorige vergadering. De extra facturen heb ik toegevoegd. Zakgeld, daar begon Milena vorige keer over, die heb ik niet bijgewerkt in deze sheet. Ik weet niet of die überhaupt bijgewerkt is. Daar hangt die sinds gisteren. Op hoeveel staan we tot dan? 75 geloof ik. 75? 5 of 4. Gisteren heb ik een nieuwe opgang. 4,54. Oh. Scheelt 120. Ja. 4,54, dus gaat er nog €450 van af. Dan komen we uit op, even kijken, min €4,800. Ja. Maar daarbij zit natuurlijk wel €6.000 voor belastingdienst.
En de efficiënte kosten van de ketenknuffel. Even kijken. Wanneer krijgen we die binnen, die ketenknuffel? Ja, ik heb gisteren gebeld, volgende week. Volgende week, oké. Ja, ik hoopte eigenlijk deze week, omdat ik ervan uitging dat een test in een laboratorium, dat was gewoon complete aanname, één dag zou duren. Maar dat lijkt dus wel gewoon 5 dagen lang te duren. Oeh, heel veel dingen. Dus begin volgende week gaat hij waarschijnlijk op transport. En dan zullen we hem ergens rond eind volgende week binnen hebben. En hoe krijgen we hem binnen? Ja, daar heb ik dus ook contact over gehad. Normaal gesproken maken zij in Brussel, nadat het aankomt, het gaat eerst helemaal vacuüm, zo klein mogelijk op luchttransport. Om kosten te besparen. Oh. Dan wordt het uitgepakt en worden de labels eraan gemaakt, zeg maar de tag met zo'n schietpistooltje, in Brussel, om het daarna naar ons te verzenden. Toen heb ik gezegd, nou weet je wat, dat willen wij eigenlijk wel doen. En toen gaf ze aan, nou ja, omdat wij dan kosten besparen, door het niet zelf te hoeven doen, doen wij er wel een aantal van die pistolen bij om het eraan te schieten. Oh, cool. Ja. Oh, dat is wel chill. Ja. Dus zodra we precies weten wanneer het binnenkomt, dan kunnen we het een en ander hier klaar gaan zetten. Om te zorgen dat alles wat we op de dag binnenkrijgen, dezelfde dag de deur uitgaat. En dan kunnen we ook gelijk de garantie geven dat als je vandaag een ketenknuffel op voorraad bestelt, dat het dan dezelfde dag verstuurd wordt. Ja, maar hebben we die labels dan ook? Die krijgen we er ook bij? Ja, krijgen we er alles bij. Normaal schieten zij het dus in Brussel op en dan doen wij dan hier. Kunnen wij voordat ze Katie binnenkomt alvast alle labels uitprinten? Voor het verzenden? Voor de verzendlabels, ja, dat kan zeker. Ja. Maar dan zou ik wel zeker, weten dat ze dan ook binnenkomen. Ja, precies. Ja. Anders dan gaan ze overal heen en ergens. We kunnen ze het beste gewoon printen op het moment, de dag nadat dat ze verzonden zijn uit Brussel weer. Dat zijn allemaal mailtjes en zo. Ja. En iedereen krijgt de melding dat ze zijn verzonden of dat je het verzendlabel aanmaakt. Dus, alleen dus gewoon op de dag dat wij ze binnenkrijgen, dan kunnen we ze uitprinten. Maar dat komt wel goed. Ik bedoel, we zijn met 15 mensen en zodra de eentje begint met printen en de rest of een aantal beginnen met inpakken. Ja. Leuk! Hoeveel zijn er al verkocht? 480 denk ik of zo. Nee, ik moet even dubbelchecken. Ik heb niet ergens interessant. Hier staan 3. In ieder geval ver. Ja, klopt. En het zou chill zijn als we die etikettenprinter hebben tegen die tijd. Bij welk bedrijf heb je dat besteld, weet je dat? Weet ik niet. Jij hebt hem opgeschreven. Er was er toch geen meer? Ja, wil je dat voor mij opschrijven, alsjeblieft? Dat chat. Dat heb ik niet gedaan. Ver over de break-even in ieder geval. Ja. 84, maar 94. Ja, wel hè? Ja, daar hadden we het gisteren nog over. Ja, ja. Is dat tof? Hey, goedemorgen, Shell. Ik was er al hoor. Naar de wc. Ja, nou, dat was het eigenlijk volgens mij. Ja. We gaan ze gewoon in verzendzakken versturen, toch? Ja. Niet in doden. We hebben heel veel verzendzakken. Okay. Vorige keer met verzendzakken bestellen we extra besteld. Passen ze in die kleintjes? Ja. Ja. Ja, Oké. Actiepunt van de volgende vergadering. Yes. Merel spuitbussen bestellen. Ja, gedaan. Na vergadering beginnen aan kistjes. Wat? Yes. De kistjes. Na vergadering financieel op de webshop zetten. Yes. Check. Merel stiften bestellen voor kistjes. Ja. Laatste 500 kistjes met groepsfoto erin. Groepsfoto. Ja. Groepsfoto is gemaakt. Foto's vandaag besteld, net besteld, toch? Ik heb hem maar net besteld. Ja. Oké. B&B naar zaterdag, 2 huisjes. Camping op vrijdag. Merel, al geboekte B&B'ers mailen over zaterdag in plaats van vrijdag. Ja, dat heb ik op 1 na gedaan. En aankomende vrijdag hebben we dus 1 B&B en 1 campinggast. En aankomende zaterdag hebben we 1 B&B. Maar op 1 B&B na heb je het gemaild. Ja. Maar er was maar 1 B&B, toch? Ja. Ja. Nou, trouwens, dat klopt. Dus ik heb de campinggasten gemaild. Nee, ik heb helemaal niet gemaild. Nee, sorry. De campinggasten heb ik gemaild. En Merel, je zou checken toch als mensen in de toekomst een B&B hadden geboekt. Bijvoorbeeld, er is op 11 oktober heeft iemand een B&B geboekt. Dat is een vrijdag. Jij zou kijken of dat kon. Ja. Heb je dat gedaan? Nee. Oké, wil je dat nog doen? Ja. Oké, chill. Oké, top. Strandfeest plus 4 oktober online zetten vandaag. Nou ja, die zijn online gezet. 4 oktober staat online, hè? 46 kaarten. Yes! 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 13 yes! Yeah! Hey, leuk! Vette. Hoe gaat het met de 13? Podium, op het podium. 6 kaarten. Nee joh, echt niet. Echt niet. 6 kaarten? Ja, echt wel. Dat is echt wel. Ja. Dat is, ja, dat is niks heb je niet. Hij staat ook pas sinds gistermiddag. Oh, podiumfeest. Nou, oh, okay. Dus, nee, heb je niet. Nou, hij is toch al eerder online, maar nog niet. Zeg maar met als de ook op de webshop. Toch 6. Eerste kan jij.
Ja, dat wel, maar... Dus, nu zit er natuurlijk nog de hype rondom de filmavond. Ja, je hebt eerst zondag nog. Maar die kaarten zijn bijna uitverkocht. Als mensen nog een kaartje willen kopen, kan dat nu nog. En daarna is het eerst volgende evenement op de planning, de 13e. Voor welk evenement? Van de filmavond. Ja. Zondag. Kunnen we verder? Ja. Oké, top. Kalender moet gemaakt worden. Gerrit zal vandaag indeling maken en geeft door vandaag. Ja, het stond gisteren op de planning, maar gisteren zwarte brief, dus die gaan we vandaag doen. Eergisteren stond er op de planning, toch? Dat was eigenlijk maandag. Ja, klopt. Naomi Spreker aan... Want die kalender, hoe gaan we dat nu aanpakken? Gaan we dan vandaag foto's maken? Ja. En is die dan in de loop van de week op de post en dat we hem dan binnenkort hebben? Ja. Nou, niet in de loop van de week op de post. Hij moet gewoon vandaag verstuurd worden. Ja. Weet je wat het is? De dagen gaan echt heel rap en we hebben niet zo heel veel dagen meer over. Ja, misschien wel heel veel, maar misschien ook wel niet. Snap je? En die situatie wil je gewoon niet inkomen. Het is onnodig. Dus als ze vandaag gemaakt zijn, ik weet niet wie ze wil gaan bewerken. Ja, we hebben wel layouts voor... Nou ja, het dingetje is, ik heb vandaag om 2 uur dat ik helemaal aan het werk ga, dus... Nou, dan bewerk ik ze. Ja? En anders vraag je mij of ik ze wil bewerken, want volgens mij heb je wel gewoon standaard layouts bij drukwerkbedrijven. Of was het werk? Hoef je alleen maar foto's te maken. Dat is je slender. Anders sturen ze door naar Giga en zet ze... Ik moet wel zeggen dat die groepsfoto die we hebben gemaakt van de week echt heel lelijk is. Met de helft in de zon en anderhalf in de schaduw. Ja, ik vind dat niet misschien moeten we hem dan opnemen. Maar heb je hem gezien ook? Ja, ziet er echt niet uit. De computer zag hier ook niet heel veel beter uit. Oké, dus overnieuw? Nou ja, hij is nu besteld. Hij is besteld. Ja. Maar ik vind echt geen poren. Maar er kan een nieuwe groep foto komen voor de kalender. Ja. Hij is bewerkt. Wie heeft dat gedaan dan? Ja. Nou ja, om het zo te zeggen, je kan niet, als de ene deel helemaal in de zon staat en de andere deel in de schaduw, kan je dat niet bewerken als in dat iedereen gelijk in de schaduw of in de zon staat. Dat was gewoon met de foto zelf. Zeker. Ja. Dus het was meer een kleine... Maar dat was toen ook gezegd? Ja. Ja, op het moment dat de foto... Merel had het inderdaad aangegeven, dus ja... Ja. Kunnen we hem niet nog Niet gebeurd, deze foto is besteld. Laten we, als we nog een groepsfoto gaan gebruiken voor de kalender, daar wel een nieuwe van maken. Zo. Ja. Maar dat zal dan ook vandaag moeten gebeuren naast de nog te maken foto's. Ja. Gewoon, als je een planning maakt, gooi mij even als een van de eerste. Ja, maar je zou die foto natuurlijk kunnen wijzigen in je bestelling. Zou je niet even direct kunnen? Dat wou ik net zeggen. Wil je niet op twee manieren erin? Dat is wel heel vet. Naast elkaar. Kan ook. Bijvoorbeeld naast elkaar, ja. Dat is wel echt. Maar dan zou sowieso dan eerst wel een foto eerst gemaakt moeten worden voordat ik in het werk ga. En dan foto nadat ik in het werk ga. Dan moet je wel eerst geschoren zijn, ook dat je baadje eraf. Dat weet ik. Als 13e pagina. Party. 13e pagina, 13e maand. Oké. Zijn er nog verder nog dingen over de kalender? Of, Er komt vandaag een planning, neem ik aan dan. En dan gaan we ze vandaag schieten. Ja? Oké, top. Naomi Spreekster aanstaande donderdag van 9 tot half 10 over seksueel misbruik. Ik had ook een vraagje over de kalender, sorry. Krijgen we wel allemaal een kalender mee naar huis? Ja, ik hoef het niet per se. Maar ik vind het superleuk als het wel voor de rest. Ik vind het ook leuk. Ik wil die van Niske wel extra. Dat maakt mij ook niet zo flauw. Nee. Ja. Oh, nee, maar dat is toch, dan worden kalenders verdeeld, man. Nee. Ik ben niet, of niet. Oké. Okay. Next. Goed, Merel. Merel. Ja, nou, het is niet van 9 tot half 10. Ze komt morgen tussen 9 en half 10. Oh. Ik denk tussen half uurtje spreken. Ja, nee, ze komt een uurtje tot anderhalf uur. Oh, zo. Oké. Laat het opnemen? 1 uur. Wat is de computer nodig? Tussen 9 en half. Wat? Wat is de computer nodig? Zo, dat is een hele goeie voor jou, ja. Ja, ik zou er vandaag nog bellen, want ze wist niet zeker hoe ze het ging vormgeven, maar... waarschijnlijk heeft ze wel iets van een computerscherm nodig, waar ze jouw in de pad kan afspelen. Ja. En dat vindt gewoon plaats in de silo, neem ik dan aan? Ja, als het lekker weer is, kunnen we ook buiten zitten. Het is alleen niet handig met een computerscherm, buiten. Met oh nee, ja, dat is waar. Oké, in de silo. En dan vallen mensen half in slaap in de warmte en zo. Goed. Vrijdag de 13e evenement. Vergunning voor 500 bezoekers. Aantal kaarten ophogen beginnen met bijvoorbeeld 50. Invulling van de avond is nodig. Alles in eigen beheer houden. Locatie bij de bar plus fundering. Lightstick bestellen, ook voor de hoepels. Goochelaar zoeken. Nadenken over risico's. Ja, ik heb nagedacht over risico's, jongens. Ik heb dus ook goochelaars benaderd en er zitten best wel leuke acts bij. Alleen we hebben nu pas 6 kaarten verkocht, dus het is een beetje moeilijk om nu in te schatten hoeveel geld we eventueel kwijt kunnen aan een
goochelaar. Jij hebt toch ook nog die goochelaar in je boek staan? Toen een keer bij een van die evenementen kwam. Die kwam al, op een gegeven moment later kwam hij nog aan. Was nog het evenement duurde nog een half uurtje. Toen kwam hij binnengestapt. Toen hebben daar de... Oh ja. En Shelly heeft een keer een goochelaar geregeld. Ik heb hem. Ja, heb jij? Maar is dat niet een optie om hem een keer te benaderen? Hij is wel een tafelgoochelaar, weet je wel? Dus dat je bij gewoon kleine tricks... Ja, als we dat leuk vinden, dan kunnen we... Ja, maar het gaat om het budget, zeg ik net. Ja. Want ik heb er wel een paar benaderd. En natuurlijk kunnen we die voor jullie ook doen. Maar dan moeten we wel weten hoeveel we daaraan kwijt kunnen zijn. En dat, destijds hadden we geen geld. Dus dat was bijna voor Nada en Noppes. Niet aan tafel. Ja, dat zou perfect zijn. Dat is bij mij niet aan orde in ieder geval. Maar ja, is een tafelgoochel... dat is dus de vraag die we leuk vinden. Past het dan op het evenement? En wij zaten meer te denken volgens mij aan zagen en hoe... een beetje handklok, handklok. Ik word niet echt warm van balletje. Nee. Waarom noemen we balletje? Hoef, en geen balletje. Oh, ik werd er wel warm van, want ik zag echt van, hoe doen die mensen dat nou? En ik zat gewoon te kijken en ik denk, ik word gewoon gefopt waar ik bij ben. Ja. Ook gewoon letten op deze. Ja, dat moet wel echt een extra worden, toch? Ja. Oh. Beetje groot. Ja, ik ga gewoon kijken als als er een bepaald budget voor, weet je wel, wat we daarvoor uit willen geven, bijvoorbeeld, het kost €300. Nou, als we op die kaartverkoop zitten, dat we die kaart hebben verkocht, dat we dan contact opnemen. En dat is op het laatste moment en daardoor kan je ook een nee krijgen. Maar ik zou dat risico nu niet gaan lopen als je nog maar 6 kaarten hebt verkocht. Nee. Wel prijzen, als je prijs weet. Maar dat is meer. Ja. Want het gaat om honderden euro's. Het is niet eventjes €150 of €125. Voor een goochelaar? Ja. Nee, die zijn hartstikke duur, man. Dat is echt niet. Oké, dus conclusie? Nog even kaartverkoop af. Wat gaan we zelf doen? Ja, maar de kaartverkoop gaat geen boost krijgen als ze niet weten hoe de avond vormgegeven gaat worden. Het heeft een beetje met elkaar te maken, dat werkt. Het is wel zo dat één goochelaar ook zei van joh, dan wil ik graag van tevoren nog wel naar het terrein komen, zodat ik kan zien waar ik ga spelen. En misschien kan ik hem dan vragen of hij een kunstje wil doen. Ja. Dat is wel leuk. Maar wat is de indicatie van de prijs? Nu zitten ze allebei voor een uur, maar dat is naar mijn mening te lang voor een evenement van 3 uur, op 5,5 ongeveer. Maar daarbij hebben ze wel allebei gezegd van joh, geef jullie even aan wat jullie budget is en dan kijk ik ook. Het zijn gewoon de standaardprijzen die doorgeeft. Ja. Ja. Oké. Of nee, als standaardprijzen, eentje begon op €14,95. Ja. Oh, nee. Die had er een mooi prijsje van gemaakt. Ja, en toen €9,95 ja, en nu €5,5. Oh. Ja, die smijt wel met korten. Ja. Ja. Dan zou ik een voorstel van €120 doen. Ja. Deal. Misschien voor €150 wel, ja. Maar... wat zal ik dan terugnemen voor €200 of €300? Ja, een half uurtje. Want we kunnen natuurlijk moeilijk zeggen van oké, kom volgende week of deze week maar even langs om het terrein te verkennen om hem vervolgens af te bellen. Op hoeveel staat de kaart verkoop? 6. Nee, ik bedoel euro per kaartje. 7,5. Mm-hmm. Ja. Oeh. 45. Nou. Nou, we hebben natuurlijk wel over risico's die we eventueel moeten nemen op deze dag. Ja. En zo'n risico-investering, nou, kunnen we de prijs nog voldoende terugdringen, dan kunnen we zo'n risico misschien wel nemen. Maar dan zou ik hem wel een voorstel doen voor een half uur. Inclusief dat hij hier naartoe komt en wel een kunstje doet, ruim van tevoren. Dus als in... Deze week, liefst. Ja, deze week gaat hij denk ik niet redden, maar begin volgende week. In ieder geval minimaal 6-7 dagen voor het evenement. En welk bedrag dan? Ja, voor een half uur. Hij zet hem voor een uur op 5,50, hè? Ja. Dan zou ik kijken of je hem voor een half uur op 175, 200 kan krijgen. En zitten er de reiskosten bij? Weet ik even niet. Ik neem aan dat hij zichzelf hier gewoon naartoe verplaatst, toch? Tover. Hij goochelt zich. Dat is een spannende gedachte. Ga even vliegen tapijt. Ja. Aladdin, is dat you? 130. We zijn ook lightsticks besteld voor de hula hoops. Is dat mijn taak? Nee, geen idee. Ik heb niks afgerekend, dus ik denk het niet. Dingen bestellen valt onder jouw verantwoordelijkheid. Yes. Dat heb je dus niet gedaan. Nee, dit heb ik niet besteld. Nee. Oh. Maar dat wil ik met z'n allen liefst doen. Dat waren de lightsticks. Alleen is het
voor die hoepels is dat niet veel handiger om die ledstrips dan te doen, van de AC. Ja, volgens mij ook. Ja. Want die kan je er zo helemaal rondom in doen, in plaats van die knakdingen. Dan heb je zo'n kastje ook vast. Ik denk dat als je aan het hoelenhoepelen bent, je pakt dat kastje vast. Er zit een stekker ook bij, moet het stopcontact. Dan moet je bij het stopcontact blijven. Ik zou eerst allemaal die lightsticks kopen, want die lightsticks zijn zo duur. Zijn van iets van 40 tot 70 cent voor één zo'n pakje. En ik denk dat als je één zo'n pakje hebt, dat je dan een hele hoelenhoep bijna kan... En zou het dan leuk zijn om te... Dus hoeveel pakjes zouden we dan nodig hebben? Ik zou eerst 5 doen. Dan kunnen Jens en ik misschien eerst nog even kijken. Gewoon met één zo'n stripje lightsticks. En die heb ik ook voor mijn zak gehad wil kopen. Dat maakt me niet zo fout. Gewoon in het donker. Kijk op stralen, jongen. We hebben hier al nachtenlang over gedroomd. Ja, maar de stoutjes schoenen aan. Is het niet leuk dat jullie dan ook misschien even een klein gorilletje doen met hula hoops voor de groep? Ter promotie van. Maar wanneer? Train niet met een leuke dans. Volgende week dinsdag. Dat ja, dat wou ik net zeggen. Wat aardjes. Ja, volgende week dinsdag. Vind ik leuk. Ja, Adrien met de leuke dans. Dat is Adrien dus. Dat is leuk hoor. Ja? Huh? Ook leuk met van die ledstrips. Ja, maar die andere, die buis, die heb ik van die puntjes. Misschien kunnen ze een promo doen op de filmavond. Dat is toch sowieso niet leuk. Oh, leuk. Ah, Hiske. Zit je nou gelijk weer... Had je eerder bij moeten zijn? Next. Dat is hartstikke leuk. Oké, dus lightsticks bestellen? Ja. We hebben ook allemaal nagedacht over risico's. Nee. Investeren in de goochelen. Wie wil een spijker lopen? Hoe? Zwaard slikken. Was er hebben we zo vandaag gedaan. Katie, je wil niet weten. Katie! 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 Lieverd! Poepsie! Meer reden om te leven. Katie! Oh, daar ben je. Zie je daar gewoon te eten, joh? Hey. Je raar zwijn ook. Kijk eens, ik heb appel. Ja. Ja, lieverd. Ik heb een appeltje. Ja. Maar dat is lekker. Kom maar, Katie. Kijk die appel? Hier, Katie, kom. Kom maar, lieverd. Moet je lekker de appel? Kom. Ja. Kom maar. Katie, kom. Kom maar, Katie. Kijk, Katie, appel. Kom maar, gaan we maar een berg lopen. Kijken of je dat kan. Kun je kijken of jij bergen kan lopen? Ja. Goed voor je. Ja. Oh, Katie. Heb jij lekker geslapen vanmorgen? Heb jij lekker geslapen? Ja. Kom maar, lieverd. Kijk. Hier. Oh. Ja. Lees je dat wel? Lees je wel appel? Ja. Lekker, hè? Wow. Dat vinden we wel lekker, hè? Ja. Kom. Goed zo. Dat is wel lekker, hè? Ja. Ach, hier. Alsjeblieft. Dat maakt mij ook uit. Als jij maar gelukkig bent, hè? Een grote vriendin, hè? Ja.
en lekkere. En nou is het op. Ja, ik heb echt niks meer, lieverd. Nee. Ik heb niks meer. Nee. Daar was het. Ja, daar was het alweer. Ja, dat was het alweer. Ja. Hè? Oh, Katie. Ja, ga je wel missen. Ja. Ja. Ga er maar lekker bij liggen, hè? Oké. Okay. Even kijken. Chaka, hè? Ja, dan gaan we weer even aaien zo. Ja. Maar het is allemaal wat, hè? Ja. Het is allemaal wat. Ja. Katie, je moest eens weten wat je allemaal met me doet. Maar Katie, kan je alleen vertellen, het voelt stiekem best wel goed. Want een mooi zwijn, dat ben jij, en bij jou zijn vind ik fijn. Ja, met een dikke pogel ook, hè. Dikke pogel dat je hebt, dikke pogel dat je hebt. Ja, met zo'n dik zwijn, hè. Ben je zo'n dik zwijn? Ja. Oh, dikketje, Katie. Jij wil niet weten wat je met me handje doet. Maar het voelt toch wel goed. Lieve Katie. Jij wil niet weten. Ja, zo. Ah. Vind je het lekker? Oh, dat is zo lekker. Hè. Ah, zo lekker. Hier ook zo. Oh, ja, zo. Hè. Mm. Ah, ja. Ah. Zit je helemaal met die poot tegen mijn been aan. Hè. Ah, ja. Ja, Ketor, hè? Ketor, Ketoritskia. Van Ketoritska Town, hè? Jebberes. Dabritskia. Oh, lieve Katie. Jij moet eens weten wat je allemaal met me doet. Maar het voelt zo goed. Ik vind het heel erg fijn om bij Katie te kunnen zijn. Want het is gewoon een lief zwijn. Ja, vanavond karaoke, Katie. Moet ik wel een beetje oefenen natuurlijk, hè, met karaoke. Ja, moet ik wel een beetje oefenen natuurlijk. Oh, lieve Katie. Ja. In ieder geval nog om te gebruiken. Oké. Okay. Als wij dan na 4 uur, als je dan wil helpen met als je om 4 uur naar me toe komt, haal ik alles eraf, maak ik het schoon en dan zetten we het op de juiste plek. Oké, okay, top. Ik heb schuurpapier besteld. Winnie? Ja, vanmiddag van 3 tot 5 komt Charlie N. Mijn dansles geven. Voor 3 uur. Ja, daar wilde ik even wat over zeggen. Superleuk als jullie willen komen kijken, maar laat me eerst even focussen op de les. Want vorige keer werd ik best wel afgeleid en dat vind ik een beetje ongemakkelijk. Dus ik ga lekker in de kuil dansen en dan mogen jullie gewoon lekker aan het eind natuurlijk even komen kijken. Maar ik wil wel gewoon genieten van de dansles. En niet via kranten dus? Nee, niet zo... We hebben gezien. Ja, maar Charlie vond het zelf ook niet zo leuk om te zien. Ja. Die vond het ook een beetje ongemakkelijk. Nou, ik denk dat Charlie wel veel kan hebben, jongen. Ja, maar ik vind het zelf ook niet zo chill. Tenminste, ik zou teleurgesteld zijn als jullie weer met z'n allen daar omheen gaan staan, terwijl ik gewoon heel zo je is wat te luid. Die kranten, ja. Ja. Met wie deed je dat toen ook? Ik voel me daar niet chill bij, dus ik zou het niet vinden. Met Gerrit, ja, kranten kijken. Maar het laatste 30 minuten kunnen jullie natuurlijk komen kijken. Oké, okay. Dus fijn dat dat mag. 4:30 tot 5. Misschien is het ook handig om je les op te nemen, voordat je weer terug kan. Kijk! Gewoon... Oh, snoepers. Ja, maar dat het niet serieus genomen wordt. Oké, door. 3. Jawel, natuurlijk wel, maar je gaat er wel heel lang op door. Je punt was heel duidelijk. Ja, maar jullie gaan er toch op door?
Ik zeg toch oké, duidelijk? Ik pas. Dree past jij ook? Ja. Oh, jij? Ja, vanaf 2 uur komt Lady Galore langs. Dan word ik omgetoverd van meh naar meh. Zeg even je naam dan. Wat is je naam? Mijn naam, ik heb al een dragnaam. Mijn naam wordt Tiffany Taylor. Geniaal! Dus ja, het wordt eigenlijk volgens mij keihard lachen, volgens mij. Ik heb er heel veel zin in. En het gaat plaatsvinden in het atelier, de makeover. We mogen af en toe kijken. Ja, als je even zin hebt om te loeren of wat dan ook, kan je gerust even volgens mij langskomen. In ieder geval, ik vind het geen probleem, maar ik ga het ook even vragen aan Lady Galore of ja, ik een probleem vind. Ja. En dan... Lady Galore. Hoe laat? Om 2 uur s'middags. Heel benieuwd hoe ze dat... zeg maar, spreek je zo... iemand in drag spreek je aan als zij, toch? Ja, klopt. Ja. Is het ook een vrouw of is het een man? Nee, het is een man. Zijn naam is Sander. En dan spreek je gewoon als hij, maar op het moment dat het dan in drag is, dan is het een female performer, dus dan is zij. Okay. Ik ben heel benieuwd hoe hij of zij, want het ligt eraan hoe... Ja, ik weet, ja. hoe die dat gaat doen. Ja, ik ben echt super benieuwd. Maar dat ben ik nog steeds benieuwd. Drag. Nee. Stel, hij geeft mijn hand en zegt, hallo met Sander. Maar is dan drag? Hoe spreek ik hem dan aan? Gewoon Sander. Hi Sander. Ja. Okay. Hij stelt zich voor als Sander, dan is het Sander. Heb je het al een keer eerder gedaan, Jordi? Nee, ik heb nog nooit eerder drag gedaan. Het is de eerste keer. Dus ja, ik ben echt gewoon echt reten benieuwd ook gewoon. Ik denk dat ik knap word. Nu nog niet, maar ik denk waarschijnlijk zo meteen heel erg. Mijn kennende. Leuk. Dus dat. Oh, ik ga stuk. Ga je in de regenboogjurk van meer? Ik ga niet in de regenboogjurk van meer. Een verenjurk, toch? Ja. Hij neemt kleren voor je mee. Hakken, panties, corset, allemaal dat soort dingen. Alleen de kleding. ook boobies. Neemt u dat allemaal mee? Je weet het niet. Echt heel dat, vet zijn. Dat weet ik niet helemaal zeker. Ik denk je hebt toch wel. Drag, die hebben van die suits die ze aantrekken. Ja, siliconen. Oh, dat is wel heel vet. Maar we gaan het allemaal zien vandaag. Spannend. En ik denk dat ook de afsluiter is van de vergadering. Ja. Mag ik nog een vraag erover stellen? Ja, Hiski. Ja, hoe, als jij, dit is dan de eerste keer dat je dan als drag queen bent, dat je je karakter bent, zeg maar. Ja. Is het iets wat je in de buitenwereld heel graag, is dat iets wat jij is? Nou, ik ben sowieso gewoon mezelf, maar ik ben wel een keer benieuwd van, hey, hoe zou ik de keer uitzien als drag queen, weet je wel? Echt gewoon alles erop en eraan en de heupen, weet je wel, van wat gemaakt is van vulling van de banken, weet je, allemaal dat soort dingen. Daar ben ik gewoon reten benieuwd naar, ja, nou, het komt een soort van, een van mijn doelen ook was hier, weet je, van drag event, of dat ik als drag queen word omgetoverd, dus hey, ik heb ook weer een doel behaald. Okay. Nice. Ja, tof. Party. En dan heb ik een hele andere vraag, hoe gaat het met de markt? De markt gaat echt heel erg goed. Amazing. Tenminste, de kaartverkoop gaat lekker. Dat we er niet eens meer over praten. Ja, nee, standhouders, de rest van de dingen die we zouden regelen. Wat voor... Ja, eigenlijk heb ik helemaal geen idee. We hebben nog ongeveer een maand tot aan de markt. Dus ja, maar het is wel goed om nu alvast te bedenken. Qua standhouders zitten we nu volgens mij op 9. En qua entertainment hebben we wel ideeën, maar nog niks concreets bevestigd. Wel? Eigenlijk wel, ja. Er komt een springkussen deze kant op en zeer waarschijnlijk morgen of overmorgen. Maar ik probeer even een leuke prijs te maken, omdat we meerdere dingen willen afnemen, ook voor de dag zelf. En nu zijn de prijzen best wel fors. Dus ik probeer daar een pakket van te maken dat we op 2 dagen bij hun dingen kunnen afnemen voor een leuke prijs. Ja, en het is geen springkussen, het is een spel. Ik moet even uitleggen dat het... Ja, dat is jouw lievelingsspel, leg jij het maar uit. Oké. Mickey Mouse. Ja, nee, ik wil lachen. Je hebt een... je kent toch het spel dat er van die molletjes naar boven komen, dat je dat toch een hamertje een tik op moet geven? Ja. Nou, dat gaan we levend spelen. Yeah! Yes! Yes! Haal iemand op zijn haar. Rack-a-mol! Yes! Bang! Kijk, dat is gelijk gelukkig. Moet je met je hoofdje zo, hè? Schisk is achter je. Maar je bedoelt iets van plaat, dat je omhoog komt. Ja, dus dan doe je ze op opblazen en dan kom je omhoog. En dan gaat iemand met zo'n hamer en een andere persoon met een hele grote haar. Maar dan moet je zo niet...
super tof. Ja. Rolspel. Oké. Fantastisch. Let's go. Let's go, friend. Let's go. Hello. Ja, ik moet eerst... Andrea, dus morgen naar de... En Diva. Ja. Nu is het ook wat cooler. Vandaag is het nog... en daarna wordt het... dan kunnen we het ook gewoon hier doen of ergens anders. Ja. Top. Leuk. Zo'n lange zit, hoor. Licht.